Ja, dit gaat zo lang worden, echt waar. Oké, man. Dit gaat er ook in. Ja. We zijn in het Noord-Hollandse Hauwert op bezoek bij Janne en Chris Berkhout. De skiers worden klaargemaakt, de tassen ingepakt, want de eerste Europese wedstrijd van dit jaar in Lagos staat op het programma. Janne en Chris trainen al vanaf jongs af aan met elkaar en gaan ook vaak naar dezelfde wedstrijden toe. Maar hoe is dat eigenlijk om als broer en zus zoveel tijd met elkaar door te brengen? Ja, gewoon leuk. Het is ook gewoon leuk. Ja, weet je, wij jutten elkaar altijd gewoon op om te gaan trainen ook. Dus als de ene geen zin hebben, zegt de ander weer van ja, cool, we gaan even trainen. En vooral met fietsen is het ook leuk, want als we bijvoorbeeld een lange duurrit of zo hebben, dan is dat ook gewoon gezellig. We fietsen altijd samen, dus we moeten altijd gewoon weer nieuwe dingen gaan verzinnen eigenlijk. Alleen ja, Jan heeft laatst wat haar rijbewijs gehaald. Theorie. Dus nu vindt Jan het heel leuk om dan elke port te gaan zeggen tegen mij. Ja. Omdat ik het dan ook weer moet leren na zulke dingen. Ja, dan denk ik, en wat is dit? En wat is dit? Als je echt niks meer weet, dan ga je dat gewoon doen eigenlijk. Ja. We hebben eigenlijk wel heel veel dezelfde interesses. En dan, ja, met sporten kan je elkaar dan ook wel gewoon goed mee helpen. Van, kom op joh, ga even door. Ja. En bijvoorbeeld met krachttraining van, Chris, kom op, nog even. Ik weet dat je moe bent, maar nog even die laatste. Zo met de training dan, kijk, we zoeken elkaar wel op, maar eigenlijk heel weinig. Want ja, daar heb je gewoon je eigen personen die je leuk vindt, die daar dan zijn. Ja, buiten sport dan zien we elkaar natuurlijk wel heel veel. Dus ja, als ze er even geen zin in hebben, ga je gewoon met iemand anders praten eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Oké, Chris. Oké. Okay. Zo. Ja, Johan is gewoon vooral goed in lange afstanden. Punt- en afvalkoers kan Johan wel goed. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik ben niet echt een sprinter. Nee, geen sprinter. Ik vind dus dat Chris wel ook wel goed kan sprinten. Nou ja, ja. Vooral 1000 meter, want Chris is ook gewoon, jij bent ook gewoon snel. En heel behendig. Ja, dat moet wel gezegd worden. Ik hou het ook gewoon lang vol om gewoon slim te rijden. Goed achter iemand aan te zitten en dat je gewoon weinig energie levert om dan naar voren te komen bijvoorbeeld. Ja. Helemaal mee. Ja, helemaal mee eens, hè? Ja. 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 Ja, vorig jaar was het met corona en er was alsnog wel druk met wedstrijden. Maar nu, door die andere Europa-cups die er gewoon bij komen, ja, wordt het eigenlijk gewoon veel leuker. Maar ook, ja, ook druk. Vooral met school om dat te combineren. Maar ja, weet je, daarom, ja. Wat? Ja, ik wou, oh, boeien. Ja, boeien. Ik ga gewoon mooi aan die wedstrijden rijden. Ja. Ja, kijk, bij Janne vindt school wel heel belangrijk. Maar ja, ik zit daar iets minder in. Kijk, met school zeg ik ook vaak van, Chris, kom op, ga nog even een uurtje leren. Want dat is ook gewoon heel belangrijk als je morgen een toets hebt. Maar Chris denkt van, nou, ik vind het ook leuk om nog even een avondje skierfilmpjes terug te kijken. En dan denk ik van, nou, Chris, scheikunde morgen. Dat wordt, als je nu niet doorgaat, dan wordt dat niet hoog. Ja. Oh joh, zegt hij, nou. Ik zie het wel. Ik zie het wel. Ja. De doelstelling voor dit jaar. Oh, die komt hier. ik hoop gewoon natuurlijk gewoon goede resultaten halen op de Europa Cups. En mijn uiteindelijke doel is gewoon natuurlijk naar het EK te gaan. En dan gaan we gewoon hard voor werken. Natuurlijk één voor jou. Ja. Ook? Ja, voor mij ook. Gewoon vooral veel genieten. En natuurlijk ook van al die Europa Cups, want dat is natuurlijk al heel lang geleden. En dat we natuurlijk al die mooie internationale wedstrijden hebben, dat is ook heel leuk. Nou, ik hoop dat we gewoon heel leuk krijgen in Lagos. Ja, en dat we goede resultaten kunnen behalen daarom. Ja. Ja, gewoon in Lagos ook en gewoon al die internationale toernooien. Ja. Ja. Het allemaal goed gaat, ja. Allemaal goed, ja.